bestaan dit jaar 5 jaar en het thema is de reis. Waar ga jij graag op vakantie naartoe? Nou, dat is heel verpand, want als je dit nu maar mij vraagt, ben ik net een weekje terug. Oh, waar ben je geweest dan? Ik ben 35 jaar getrouwd. Ik ben met twee weken in Griekenland geweest. De tweede week heb ik mijn gezin, mijn kinderen en mijn kleinkinderen over laten komen. Dus we hebben er een hele gezellige vakantie van gemaakt. En klinkt een beetje, maar ik ben de jaren ervoor ben ik 10 keer op Aruba geweest. Okay. Dat is eigenlijk mijn eilandje. Dat is je favoriete land? Ja, echt zeker. Dus de zon, de zee en het warm. Maar ook een doelvakantie hoor. Ik bedoel, het is niet zo alleen maar gestrekt. Lekker liggen, je wil ook wat dingen doen. Ook een beetje cultuur snuiven en toch wel dingen doen. We bestaan dit jaar 5 jaar en het thema is de reis. Waar ga jij graag op vakantie? Nou, ik hou heel erg van de bergen. Ik ga het liefst naar de bergen, ja. Of naar de zee, maar als het gecombineerd kan worden is het helemaal leuk. Okay, een haartje? Nee, het maakt mij helemaal niet uit als ik maar weg ben. Uit ik wil heel als ik het maakt me niet uit. Nou was het Zeeland. Nou, waar ik nog wel eens naartoe zou willen gaan, dat is Canada of Nieuw-Zeeland. Oké, dus echt heel ver weg. Terwijl je dicht bij huis natuurlijk ook hele mooie plekken. Tuurlijk, Nederland is hartstikke mooi. Maar het liefst naar het buitenland. En welk buitenland? Duitsland. Liefst naar Oostenrijk. Zo, de hoge bergen. Lekker naar de warme landen. Ken je ook nog zo'n liedje uit Oostenrijk? Sound of Music, ja. Ja, kun je een klein stukje voor ons zingen? Edelweiss, every morning you greet me. Naar Canada. Okay. Alleen ik ben daar nog nooit geweest. Maar dat zou je wel heel graag willen. Ja, ik heb door de bergen of de natuur? Ik heb familie heb ik daar zitten. Alleen ik ben daar nog nooit geweest. Ik hoop ooit in de toekomst naar Canada te gaan. Het thema is dit jaar de reis, als we 5 jaar bestaan. Ja. Waar gaan jullie graag naar op vakantie? Waar gaan we graag op vakantie? Nou, ik hou het bij Nederland. Wij? Bij Nederland. Oké, okay, nou dat is ook een prachtig land. Ja hoor, absoluut. Zien dan is het wel een prachtig land. En Riet? Dat doen wij ook. Wij gaan fietsen en we doen bed en breakfast en dan zien we wel waar we uitkomen. Ja, zo'n beetje. Ja. En jij? Ja, ik ook hoor. Ik doe in Nederland het meest. Ja, jij gaat dit jaar heel ver weg, hè? Dat ga ik inderdaad. Zij gaat helemaal naar Indonesië, hoor. Dus dat is wel een... Ja. Een beetje andere landen toe. Als goed is, komen we dit zomer naar Andorra toe. En zo? Ja. Oké. Okay. Vorig jaar waren we in Italië geweest en we zijn naar Bosnië-Herzegovina geweest. Oh, dus jullie zijn echte wereldreizigers? Oostenrijk, Hongarije. Ja. Hoe bereid je je voor op een reis? Hoe we ons voorbereiden? Eerst een beetje de folders naar kijken. Wat zijn welke reizen? Welke reizen gaan we door? Welke zijn populair? En wat heeft het hotel te bieden natuurlijk? Oké. Okay. En wat is een beetje de samenstelling van de groep eigenlijk? Gewoon in Nederland. Gewoon in Nederland? Ja. Dat is ook buitengewoon in Nederland, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja. En jij, Hilme? Oostenrijk. Oostenrijk? Ja, nog. Verschillend, een beetje de wereld wel rond, maar ook Nederland is mooi. Hoe bereid je je nou voor op een vakantie? Wat vind je dan belangrijk waar je aan denkt als je op vakantie gaat? Het ligt eraan. De ene keer dan vind ik het heel leuk om een land te zien, hè? Om de cultuur te zien. En de andere keer vind ik het ook heerlijk om lekker op het strand te kijken te leren. Dus dat is, maar met de voorbereiding, wat doe je dan? Ja, waar je zelf behoefte aan hebt op dat moment. Oké. Okay. Helder? Ja, wat vind je? Uitzoeken wat je leuk vindt om te bezoeken naar zo'n... Dus veel folders kijken? Ja. Ja. Dat ik alles bij me heb en alle papieren. Oh, okay. Ja. Ja, dat weet ik nog niet. Nee, heb je dan geen ideeën? Dat is heel verschillend. Ik ga meestal naar het buitenland op vakantie. Ja, ik vind dat interessant, zeg maar, vooral als het koud is. Oké, je wil naar een warm land. Ali? Italië, Frankrijk. Overal wel. Binnenland, buitenland. De bergen. De bergen. Met name Alpenland. Ik ben naar Noord-Buiten-Europa geweest. Dat is ook wel een stille wens. Alleen, ik maak me altijd vrolijk met bergen. En dan het liefst in de winter. Caroline? Nou, ik ga meestal altijd een plaats in Nederland. Nu ga ik naar...
Even denken. Ik weet het zo gauw even niet meer waar. Maar je gaat naar het buitenland? Nee, Nederland. Oh, in Nederland. Ja. Nou, Nederland is ook altijd een prachtig vakantieland, hè? Ja, ja, altijd in Nederland. En Marieke, waar ga jij graag op vakantie? Portugal. Oké, okay, dus daar ben je al vaak geweest? Ja. Dus jij kan ook een beetje Spaans? Nee. Dit jaar ga ik op bezoek naar mijn vrienden in Groningen. We hebben vrienden in het platteland in Groningen. En in de stad Groningen. Wat leuk, dus je blijft nu echt in Nederland. Je gaat niet naar je geboorteland terug. Ik ben in september geweest. En ja, dit jaar blijven we hier. Okay. Ik het strand. Kust, ja. Ja, heb ik eigenlijk ook wel het strand, dat kust. En wat vind je belangrijk met de vakantie? Hoe bereid je je voor op? Nou, de vakanties zijn voor ons op het ogenblik wat beperkt. Wij gaan naar een camping in Zwolle aan de meer. Dus dat is heel dichtbij en daar zitten we 2 maanden. Nou, maar daar kun je toch ook langer genieten? Daar genieten we heel erg. Ja. Daar fietsen we en nou, je hebt weinig te poetsen en ja, heerlijk. En vooral als de kleinkinderen dan nog komen, is het helemaal super. Ja, gewoon de rust van vakantie. Lekker niks moet en niet meer op de klok. Dus daar gaat het om. Het maakt volgens mij dan niet uit waar je zit. Amerika. Amerika? Ja. En als jij op reis gaat, hoe bereid jij je altijd voor dan? Moet ik ermee inpakken. Goedemiddag. Ik heb de zon ook meegenomen voor jou. En voor ons allemaal. Goed, hè? Oké. Henny, jij was mijn vakantie, ja, Henny. Ja, waar was je geweest? Ik was naar Zuid-Frankrijk geweest. Zuid-Frankrijk. Ja, want deze film wordt ook gedraaid als wij het concert hebben. Dus het thema is vakantie. Oké. Dus heel goed. Waar ga je altijd mee? Ga je altijd naar Zuid-Frankrijk? Nee hoor, wij gaan ook naar Kroatië en Curaçao. Curaçao. Ga je zo ver? En naar Burma en naar Vietnam en Singapore. Oh, en waarom ga je zo ver op vakantie dan? Mag ik dat zeggen op de film? Omdat mijn zoon in Singapore woont. Hè? Alsjeblieft, ja. Dat is een leuke vakantiebestemming. Ja. 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 Maar nu zijn we gewoon met kerst geweest. Naar Zuid-Afrika. Lekker. En Ali, waar ga jij het liefst heen? Nou ja, ik ga het liefst naar Frankrijk, maar ik ga volgend jaar wel naar Curaçao of dit jaar. En waarom ga jij naar Curaçao? Waarom gaan jullie zo ver weg? Ja, mijn dochter gaat daar wonen, of onze dochter. Dus. Zo, dus allebei jullie kinderen gaan ver weg. Ik ga daar met de dolfijntjes werken, dus heel erg leuk. Met dolfijnen? Met dolfijnen zwemmen en zo. Ik ben vorig jaar naar de Filipijnen geweest voor een ontwikkelingsproject. Dat was wel echt een hele bijzondere reis. En misschien ook wel de mooiste reis van mijn leven die ik ooit gehad heb.